In de congreshal hebben vandaag 32 bedrijven een matching grant agreement van het Surinamese Growth Enterprises Search getekend. Search is een project dat uitgevoerd wordt door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, gefinancierd door de Wereldbank Groep. Dit programma is bedoeld om Surinaamse micro, kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. Minister Reshma Kuldip Singh noemt dit moment niet alleen een hoogtepunt voor de bedrijven, maar ook voor de bredere economische toekomst van Suriname. De grants vormen niet alleen een financiële injectie, maar ook een krachtige investering in de toekomst van ons land. U, ondernemers, zijn de ruggengraat van onze economie. Uw innovaties, creativiteit en doorzettingsvermogen zijn de drijvende krachten achter onze economische groei. Het is daarom van vitaal belang dat we als overheid onze steun betuigen en jullie de incentives en middelen geven om jullie dromen te realiseren. En we praten over grants en sommige mensen snappen niet dat een grant een geschenk is. U krijgt een geschenk van deze regering die u niet terug hoeft te betalen, maar dat wel ervoor zal zorgen dat we werkgelegenheid creëren, dat we inkomsten creëren, dat we importen stoppen, dat we exporten verhogen. President Chandrika Prasad Santokhi haalde aan dat kleine ondernemers zo de kans krijgen om te groeien tot een grotere onderneming. Hij zei ook dat de regering verschillende inspanningen pleegt om een goede basis te creëren voor economische groei. Om te zorgen dat er vertrouwen is in het land om te investeren. Om te zorgen dat we gezonde, sterke financiële instituten hebben. Om te zorgen dat we het internationaal vertrouwen genieten als land. Minister Kuldip Singh kondigde aan dat er nog een vierde cohort van het Search-programma zal volgen. Tot nu toe hebben 56 bedrijven een grant gehad van het Search-programma, aan wie ruim 6,2 miljoen Amerikaanse dollar is gegeven.